Goedenavond, het nieuws van zondag 4 november. Irak heeft 1 Belgische en 14 Duitse arbeiders laten vertrekken. Het overleg over een sociaal plan bij NMB Postbank zit muurvast. En de politie schiet een supporter dood bij voetbalrellen in Leipzig. President Saddam Hussein van Irak heeft de eerste Europese arbeiders naar huis gestuurd. Vanmiddag mochten 14 Duitse gijzelaars het land verlaten en ook een Belg mocht weg. Saddam Hussein beloofde gisteren dat alle Europese arbeiders Irak mochten verlaten. Maar het is nog steeds niet duidelijk of zo'n 100 Nederlandse baggeraars nu ook weg mogen. Irak liet de 14 Duitsers laat in de middag vrij. Opgelucht kwamen ze in Amman, waar ze vannacht blijven slapen. Morgen vertrekken ze dan naar Frankfurt. De Duitsers zijn in dienst van een groot bouwbedrijf dat vlakbij Basra snelwegen en een vliegveld aanlegt. Hun vrijlating kwam na een bezoek van hun president-directeur aan Irak. 18 collega's moesten achterblijven. Irak wordt overspoeld met vredesmissies. Een groep Ierse parlementariërs heeft het ziekenhuis bezocht waar landgenoten als verpleegster werken. Zij mogen nog niet naar huis, net zo min als de groep Nederlandse baggeraars van Boskalis en Volker Stevin. De Iraakse minister van Informatie heeft vanavond gezegd dat Irak zich niet terug zal trekken uit Kuwait. Harde woorden uit Bagdad en harde woorden ook van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, James Baker. Hij bezocht vandaag de Amerikaanse troepenmacht in Saoedi-Arabië en hij zal deze week met Arabische en Europese leiders bespreken wanneer de tijd rijp is voor militaire acties tegen Irak. Baker werd met groot militair vertoon ontvangen in Saoedi-Arabië. Hij sprak de troepen moed in. But I think that Americans are home wherever our principles are. And that's really what this crisis is all about. It's about the defense of the values that made the United States of America the finest and greatest country in the world. Maar de soldaten lieten Baker weten het wachten in de woestijn meer dan moeten zijn. Of actie, of naar huis, voegden ze hem toe. Het overleg tussen de NMB Postbankgroep en de vakbonden is onverwacht muurvast komen te zitten. Gisteravond laat viel het besluit dat er geen gedwongen ontslagen zouden vallen. Maar de beide partijen blijken het niet eens te kunnen worden over wat er dan met het overtollige personeel moet gebeuren. In het hoofdkantoor van de NMB in Amsterdam bleek in de loop van de middag dat de besprekingen over het sociaal plan moeizaam verlopen. De bonden willen zekerheid over de complete tekst van het te sluiten akkoord met de bank. En dat akkoord mag maar voor één uitleg vatbaar zijn. Door de automatisering van het betalingsverkeer raken 2600 van de 11.000 werknemers de komende 6 jaar hun baan kwijt. De NMB Postbank heeft toegezegd elke overtollige werknemer 1 keer passende arbeid aan te bieden. Het gaat vooral om de mensen die nu nog bij de 5 codeercentra van de bank werken. De bonden willen weten wanneer de centra worden gesloten en wat de postbankdirectie verstaat onder passend werk. Gedwongen ontslagen mogen niet vallen. Daar zijn de bonden en de bank het over eens. Het grote probleem vandaag is dat er geen overeenstemming bestaat in de onderhandelingsdelegatie van de NMB Postbankgroep. De vakbonden zeggen dat ze weer zitten te praten met 2 banken, de NMB en de Postbank, die beide wat anders willen. Maar de vakbond blijft tot morgenochtend 8 uur en dan moet er witte rook zijn. Is hij er niet, dan wordt er telefonisch vergaderd met alle actiecentra waarna bedrijfsonderdelen plat zullen gaan. 1 dode bij voetbalrellen in Leipzig. Politieagenten schoten een 18-jarige jongen neer toen ze door een menigte supporters werden belaagd. 3 supporters zijn met schotwonden in het ziekenhuis opgenomen. Al ver voor de wedstrijd had de politie de grootste moeite om de zogenoemde fans van FC Berlijn in bedwang te houden. Ze werden van de tribunes verdreven omdat ze zonder kaartje massaal naar binnen waren gestroomd. Niemand weet precies of het echt om fans gaat van deze FC Berlijn, want dat was vroeger de voetbalclub van de Stasi. In Leipzig vochten ze in elk geval samen met neonazi's en skinheads tegen de politie. De politie in Leipzig, die absoluut niet is getraind om dit soort rellen te bestrijden, werd in het nauw gedreven. En zelfs bij de massale betogingen van het afgelopen jaar heeft de politie in Leipzig nooit naar het pistool gegrepen. Maar nu moest dat wel, uit noodweer, volgens politiechef Krompholz. Teilweise worden steinen, die deze schottersteinen uit 10 meter Entfernung auf unsere Angehörigen geworfen.
Nur den Schildern und den Helmen ist es zu verdanken, dass sie nicht verletzt worden sind. Da wir dann relativ eingeklemmt waren und uns keinen anderen Ausweg mehr mussten, habe ich den Befehl gegeben, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. De rellen duurden tot diep in de nacht. 80 vandalen werden gearresteerd. Er werd voor miljoenen schade aangericht door de plunderingen. En het was de derde keer dat er door de politie van Leipzig in paniek werd geschoten bij voetbalrellen. Voor het eerst is er nu ook een dode gevallen. 25 tot 30 Russen die officieel in Nederland werken, spioneren voor de Sovjet-inlichtingendienst, de KGB. Dat zegt de BVD, de Nederlandse Binnenlandse Veiligheidsdienst. Vanavond in KRO's Brandpunt roept de BVD de Nederlandse regering op om de Sovjet-spionnen het land uit te sturen. Glasnost bij de BVD, het ooit zo gesloten hoofdkwartier in Den Haag, geeft openlijk informatie over de nieuwe werkwijze van de KGB. Na het eind van de Koude Oorlog had dus de BVD richten de spionageactiviteiten van de Sovjet-Unie zich vooral op het stelen van wetenschappelijke en technologische informatie. Ontoelaatbaar, zegt de directeur van de afdeling contraspionage. Ik denk dat wanneer het KGB doorgaat met dit soort activiteiten, het ontplooien op ons grondgebied, dat er voor de Nederlandse regering geen andere maatregel overblijft dan deze Russen het land uit te wijzen. Een nieuw image voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst. De functies van de Russen die volgens de BVD spioneren worden zelfs met naam en toenaam genoemd. Dat zijn mensen die in een wat wij noemen coverfunctie werkzaam zijn. Dat wil zeggen dat ze een normale functie hebben als handelsvertegenwoordiger, als Aeroflotvertegenwoordiger, als Pravda-correspondent, als secretaris politieke zaken op de ambassade. De directeur van de BVD is ontstemd over de Sovjet-spionage. Een ernstige smet op de verbeterde relaties tussen Oost en West. Je kunt niet zeggen, nou, we doen alsof we prima met elkaar met elkaar omgaan en ondertussen verdwijnt je tafelzilver. Dat hou je met geen één buur vol. De Sovjet-ambassade in Den Haag ontkent de beschuldigingen van de BVD. Een weekend van geweld in de door Israël bezette Gazastrook. Het antwoord van het Israëlische leger op Palestijnse demonstraties was hard. Doden, gewonden en veel arrestaties. Het was weer een buitengewoon gewelddadig weekend voor de Palestijnen in de bezette Gazastrook, met 5 doden en ruim 300 gewonden. 4 van de 5 dodelijke slachtoffers werden vermoord door mede-Palestijnen wegens verdenking van collaboratie met Israël. Het 5e slachtoffer en de honderden gewonden vielen door het optreden van het Israëlische leger tijdens ernstige onlusten die al 2 dagen voortduren in de Gazastrook. Op veel plaatsen was de weg besperd door stenen en brandende autobanden. Israëlische patrouilles werden met stenen en brandbommen bekogeld en de militairen sloegen hard terug. De grootscheepse onlusten zijn gisterochtend uitgebroken nadat een Palestijnse gevangene dood was aangetroffen in een ondervragingscentrum van de Israëlische Veiligheidsdienst. Volgens het Israëlische leger betreft het een geval van zelfmoord, maar de familieleden van het slachtoffer geloven dat niet en eisen autopsie door een deskundige uit het buitenland. Regeringen moeten onmiddellijk actie ondernemen om de uitstoot van schadelijke gassen tegen te gaan. Dat staat in de slotverklaring van de wetenschappelijke broeikasconferentie in Genève. Aan de conferentie, waarin deden honderden deskundigen uit 120 landen mee. De wetenschapsconferentie gaat vooraf aan het ministersgedeelte van de Wereldklimaatconferentie. Landen zoals de Verenigde Staten willen eerst meer bewijzen hebben dat die directe maatregelen ook nodig zijn. Maar onzekerheid, aldus de wetenschappers, is geen excuus tot uitstel van actie. Ze wijzen erop dat de verandering van klimaat op zichzelf al reden genoeg is om maatregelen te nemen. In Moskou is de Kazan-kathedraal opnieuw gewijd door de patriarch van Moskou. De kathedraal werd tijdens een antireligieuze campagne in de jaren 30 met de grond gelijk gemaakt. De herbouw was mogelijk door de grotere godsdienstvrijheid in de Sovjet-Unie. Bij de wijding waren ook Boris Yeltsin, president van de Russische Federatie, en Moskou's radicale burgemeester Gavril Popov. De kathedraal was in de 17e eeuw gewijd aan het Russische leger. Het weer nog. Vannacht aan de kust kans op onweer. In het binnenland plaatselijk vorst aan de grond met kans op gladheid. Morgen nog enkele regenbuien, maar op de meeste plaatsen droog en flinke zonnige periode. Morgenmiddag wordt het een graad of 7. De vooruitzichten voor dinsdag tot en met vrijdag overwegen droog met flink wat zon. In de nacht en ochtend kans op lichte vorst.
Dit was het 8 uur journaal. Goedenavond.